De eerste paaltjes zijn al in de grond geslagen. Op het leerpark wordt de tweede maak al neergezet. Vandaag hebben we een hele vrolijke handeling mogen verrichten. Namelijk de start van de bouw van een tweede maakhal. Er gebeuren hier hele mooie dingen op het leerpark. En deze tweede maakhal is vanuit de gemeente Dordrecht samen met de regio en de provincie. Hebben ze dat mogelijk gemaakt. En ik denk dat het heel goed is voor de stad en de regio. Omdat er zoveel bedrijven deze kant op willen komen. En die willen we graag allemaal accommoderen. Die willen we graag van huisvesting voorzien. Maar straks gaan we een hele grote maakfabriek bouwen. Die wordt misschien wel zo'n 10 keer zo groot als wat hier nu al staat. Maar ja, die bedrijven willen wel alvast onderdak bieden. Dus daarom zetten we nu tijdelijk een tweede maakhal neer. Ja, we hebben in het verleden wel gezien dat bedrijven die hier iets uitvonden. Je kunt hier natuurlijk heel goed samen met onderwijs en ondernemingen. En soms wat hulp van de overheid. Daar hebben we allerlei fondsen voor om bedrijven te helpen met innovatieve ideeën. En we zagen dat soms hier iets heel goeds werd bedacht. Maar omdat er dan geen ruimte was, gingen ze het ergens anders maken. Buiten de regio. Dat vonden we ongelooflijk jammer. En we zeiden, ja, die eerste tijdelijke maakhal is er eigenlijk omdat de maakfabriek er nog niet is. En die was vol. Er waren bedrijven die hier heel graag wilden zitten, waaronder Edorado met hun elektrische speedboot. Die zeiden, ja, we willen ook heel graag hier verder bouwen en verder innoveren. En toen dachten we, nou, dan moeten we zorgen dat er gewoon een tweede tijdelijke hal komt, want we willen die bedrijven niet verliezen. Bij scholieren en bedrijven stopt het niet. Het leerpark gaat nog verder uitgebreid worden. En er wordt hier niet alleen gewerkt en geïnnoveerd, maar er wordt hier ook gerecreëerd, er wordt gewoond. Er zijn mooie winkels, prachtige onderwijsinstellingen. En over een poosje wordt het hier een ontzettende bruisende campus. En daar zijn we heel trots op. Veel jongeren zullen hier ook kunnen wonen. We zijn bezig ook om hier een treinstation voor elkaar te krijgen. En dat is gewoon heel goed voor deze stad en deze regio. En de gemeenteraad die staat er volledig achter. Dus nu aan de slag. En dat hebben we vandaag zijn we daarmee begonnen. De plannen klinken groot. Maar eerst de tweede maakhal. Die hal die staat er zo. Dat is echt, ik denk in mei, dan staat hij er. Maar dan is het de kunst om snel door te pakken naar die definitieve maakfabriek. En die wordt enorm. Daar komt ook allemaal horeca in, er komen mooie bedrijven in, er komt onderwijs in. En we hopen dat die in 2020 wordt gerealiseerd. En het is voor de regio ook heel belangrijk dat het hier gebeurt. Want we hebben die maritieme maakindustrie, dat kenmerkt de Drechtsteden. Daar hebben we ongelooflijk mooie bedrijven. De mensen die daar later gaan werken, die worden hier opgeleid op het leerpark. Maar het is ook heel mooi om te zien dat er enorme samenwerking is. De grote maritieme bedrijven, die zetten hier installaties weg. Die de studenten kunnen proberen, waar ze opgeleid kunnen worden. Maar we zien ook samenwerking. Dus Edorado, die dus de elektrische speedboot hier gaan bouwen. Die testen dat weer bij Vet Propulsion in Papendrecht. Dus de samenwerking tussen die start-ups en de gevestigde bedrijven is ook heel belangrijk, zodat we een innovatief klimaat krijgen met z'n allen. Dus als regio vinden we het ook heel mooi wat hier in Dordrecht gebeurt.